Goedemorgen, van harte welkom op de locatiekeuring bij Stal Hens Woude in Oudeboren. We hebben hier vandaag 11 merries te keuren, 9 veulenboekmerries voor opname en 2 stamboekmerries voor graadverhoging. Good morning to the viewers from abroad. A very warm welcome to the inspection at location at the breeding and export stable Hens Woude. Today we have to judge 11 mares, 9 foalbook mares for entering the studbook and 2 studbook mares for upgrading. So we start with number 1. Koffie aan? Thank you.
De uitslag van nummer 1, een 7-jarige merrie met een schofthoogte van 1,67 meter. Een merrie die over het algemeen iets lang gelijnder kan zijn, ook iets meer opwaarts gebouwd moet zijn. Wel een merrie met voldoende rastype. Mist wat halslengte, maar heeft wel een voldoende verticaal gestelde hals. Merrie met een goede schouder, ook een goede schouderligging. In de rug zou die iets aangeslotener kunnen zijn. Ook een merrie met een hellend kruis, maar wel met een voldoende lang kruis. Over het algemeen zou de merrie ook iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. De stap is met voldoende ruimte, ook met een voldoende takt en een voldoende buiging in het achterbeen. Zou het voorbeen iets ruimer kunnen wegzetten en iets meer ruggebruik kunnen tonen, ook in de stap. En merrie die voldoende ruim draaft, ook met voldoende kracht, ook in deze gang zou ze iets meer ruggebruik kunnen laten zien en wat meer oprichting. De merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. The result of number 1, a 7-year-old foal bookmare. Height head withers is 167. A mare with a sufficient racial type, also a good vertical neck, but she can have a little bit more length in her neck.
The back can be stronger. The croup is sloping, but with sufficient length. In the walk, she has sufficient power and sufficient long strides. But she can use her upper line a little bit more in the walk. In trot, she has sufficient power and long strides. But she can use also in this gait her upper line more. This mare we take in the stud book without the premium. Thank you.
Nummer 2 is een 4-jarige merrie met een schofthoogte van 1,71 meter. Een jeugdige merrie met ook een voldoende rasopdruk met een mooi edel hoofd. Ook met veel lengte in de hals. Met een voldoende lang schouder, ook een goed gesteld schouder. In de bovenlijn is hij vrij sterk, met name op het gedeelte van de lendenen. In het kruis is hij hoog en hellend. Heeft ook veel helling in het kruis met een voldoende lengte wel. In het beenwerk is deze merrie hard en droog. Heeft ook een goede voorbeenlengte. En is in het achterbeen iets gehoekt. In de draf toont deze merrie voldoende lichaamsgebruik, ook een draf met veel ruimte, ook voldoende kracht en voldoende opwaarts gedraafd. Maar in stap zien we dat deze merrie de regelmaat en de takt mist. En vanwege het niet taktmatig stappen kunnen we deze merrie vandaag niet opnemen in het stamboek. The results of number 2, 4-year-old full bookmare. Height at withers is 171. A mare with enough youth, a noble head, a sufficient racial type with a long neck and a good shoulder. Strong in his upper line. His croup is too sloping. In trot, she shows an upward trot with a good use of her hind leg. And the legwork is clean. In the walk, she misses the regularity, and because of she's not regular in the walk, we cannot take her in the stud book.
De uitslag van nummer 3. Deze merrie heeft een schofthoogte van 1,68 meter. Is een driejarige veulenboekmerrie. Een voldoende langgelijnde merrie die nog wel iets neerwaarts gebouwd is. Merrie met die iets rasuitstraling mist door zijn onedele hoofd. Maar dit weer compenseert met een mooie lange hals die ook voldoende verticaal gesteld is. Merrie met voldoende lengte in het schouder. Ook een voldoende aangesloten bovenlijn. Zou in het kruis iets minder hellend kunnen, maar heeft wel ook een goede lengte in het kruis. In het beenwerk is hij droog. Met voldoende royale hoeven. Heeft wel een iets gehoekt achterbeen. De voorbeenafloop is iets Frans. De merrie stapt met een hele goede takt en zou iets actiever door kunnen stappen, maar heeft wel voldoende lichaamsgebruik ook in de stap. In de draf waardeert deze merrie zich op. Merrie draaft opwaarts met een goed achterbeengebruik. Kan ook schakelen in de draf. En vanwege de goede stap en de goede draf wordt deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. The results of number 3. A 3-year-old foal book mare, height at withers is 1.68. She has sufficient racial type. Her head can be nobler, but she has a long vertical neck, a good shoulder and a sufficient upper line. The croup is sloping but with sufficient length. She has a clean leg work, is a little sickle-hocked in her hind leg. In walk she is regular and shows a good use of her hind leg. In trot she trots uphill with a good use of her hind leg, good bending in the hock and good balance. So because of her good walk and good trot, this mare is declared a studbook star with a second premium. Een beetje na.
Thank you.
de uitslag van nummer 4. Een driejarige merrie met een schofthoogte van 1,70 meter. Een langgelijnde merrie met voldoende jeugduitstraling is iets naar voren gebouwd. Merrie heeft een edel hoofd met een voldoende lengte in de hals, maar wel een iets zwaar hals. Is in de bovenlijn sterk, met name op het lendengedeelte. Is qua beenwerk zou die meer kwaliteit uit mogen stralen. Is ook gehoekt in het achterbeen. Ook de hoeven zouden iets royaler kunnen. De afloop van het voorbeen is linksvoor redelijk Frans. In stap laat deze merrie eigenlijk geen takt zien. Stapt kort lang, is onregelmatig. Datzelfde zien we eigenlijk ook een beetje terug in de draf. Merrie draaft op de voorhand, moet daarbij ook meer ruggebruik laten zien en mist daarbij de takt. Dus vanwege het niet takmatig zijn van de stap en de draf kunnen we deze merrie vandaag niet opnemen in het stamboek. The results of number 4, 3-year-old full book mare, height at withers is 170, a youthful long-lined mare with a noble head, a long neck, a strong upper line. She's a little sickle-hocked in her hind leg. The walk and the trot, this mare shows irregularity in the walk and also in the trot. And because of this irregularity, we cannot take her in the stud book. Yeah,
Dit was de presentatie van nummer 5.
Een merrie met een schofthoogte van 1,65 meter. Een jeugdige merrie die ook even redig gebouwd is. Wel iets naar voren gebouwd. Een merrie met een edel hoofd. Ook een voldoende lichte hoofd-halsaansluiting. Met een voldoende lengte in de hals. Is een merrie met een sterke bovenlijn. Ook met voldoende lengte in het kruis. Merrie beschikt over fijn en droog beenwerk. Is ook correct gesteld in het achterbeen. Rechtsvoor is toontredend. In stap, als deze merrie in de ontspanning komt, laat deze merrie een ruime stap zien met voldoende buiging. Zou daarbij nog wel iets meer ruggebruik en ontspanning kunnen laten zien. In draf waardeert deze merrie zich op, draaft met een goede oprichting. Ook met veel ruimte in de pas en veel buiging in het achterbeen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterfverklaard met een tweede premie. The results of number 5. Height at withers is 165. A youthful mare with a good conformation. An expressive head, he sees light in the head-neck connection, has a long neck, a strong upper line and sufficient length in her croup. She has clean legs, a good stance of her hind leg. She has small hooves and she's toeing in. In the walk. The walk is with sufficient power and bending in the hock. The walk, the trot, she has a good uphill trot with good use of her hind leg. And because of the good trot, we declare her studbook star with a second premium. Thank you.
Nummer 6. Mary heeft een schofthoogte van 1,68 meter. En Mary die wat de jeugduitstraling mist, ook iets opwaartser gebouwd kan zijn. Wel een Mary die verder in de bouw goede verhoudingen heeft. Mary met een heel edel hoofd, een mooie lichte hoofd-halsaansluiting. Voldoende lengte ook in de hals die misschien iets verticaler gesteld kan zijn. Mary heeft een goede schouder met een sterke bovenlijn. Ook een voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is hard en droog. Ook verder correct gesteld. In de stap laat hij voldoende takt zien. Zou de passen iets ruimer kunnen maken. In draf laat Mary een voldoende achterbeengebruik zien, ook met een goede techniek in het achterbeen. Zou nog wel iets opwaartser kunnen lopen. Maar al met al wordt deze Mary vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. The results of number 6, height at withers is 168. Een mare with a sufficient racial type, a nice noble head, a light head neck connection with sufficient length in the neck, but the neck can be a little more vertical, a good shoulder, a mare with a strong upper line and good length in the croup. Mare has a clean leg work. In walks he shows regularity, but the strides can be a little bit more longer. In trot she has a good use of her hind leg, good bending in the hock, but she can trot a little more uphill. But overall we take her in the stud book with a star second premium. Thank you.
Nummer 7 is afwezig, dus gaan we verder met nummer 8. Een merrie met een schofthoogte van 1,65 meter. Een merrie die toch in de uitstraling iets jeugd mist. Ook iets op water gebouwd kan zijn. Wel voldoende edel in het hoofd. Ook in het front iets royaler kan zijn. Ook met een meer verticale gestelde hals. Merrie met voldoende lengte in het voorbeen. Ook met een hele sterke bovenlijn. Vooral op het lendengedeelte is hij strak. Een iets hellend kruis met voldoende lengte. Het beenwerk is droog. Is wel iets gehoekt in het achterbeen. Merrie heeft royale hoeven. In de stap laat deze merrie een stap zien met takt. Ook met veel ruimte. Maar zou iets actiever door kunnen stappen met het achterbeen. In de voorbeenafloop is hij toontredend. Merrie draaft op de voorhand, ook met een wel met voldoende ruimte, maar met een achterbeen wat actiever en directer onder de massa gezet moet worden. Ook laat deze merrie in draf weinig souplesse zien. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Number 7 is absent. Number 8 has a height at withers at 165. A mare with that can show a little more youth, has a noble head. She could be more vertical in her neck. She has a little and show more length in her neck. She has a very strong upper line, especially on the loins. The croup is sloping, but with sufficient length. She's a little sickle-hocked in her hind leg. The walk is with long strides, but she can show a little more power in the walk. Also, she's toeing in her front legs. The trot, she can show a more uphill trot and show more activity in her hind leg. Also more use of her upper line. Today we take this mare in the stud book with a third premium.
De uitslag van nummer 9, een langgeleinde, iets gerekte merrie. Die door zijn onedele hoofd toch wat rasuitstraling mist. Hij heeft een voldoende lengte in de hals. Een hele lichte hoofd-halsaansluiting. In de bovenlijn is hij voldoende aangesloten. We zouden graag in het kruis toch wat meer lengte willen zien. Hij heeft een vrij kort kruis. Het beenwerk is droog. Maar het is een merrie met een erg hol voorbeen. Is ook vrij gehoekt in het achterbeen. Wel een merrie met royale hoeven. De stap is ruim. Zou wel iets actiever door kunnen stappen. Zou daarbij ook zijn rug iets losser kunnen laten. In draf maakt de merrie voldoende ruimte. Maar blijft daarbij op de voorhand lopen. Zou ook in deze gang toch iets meer souplesse moeten laten zien. En iets meer van achter het achterbeen onder de massa zetten. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. De schofthoogte van deze merrie is 1,69 meter. The result of number 9, height at withers is 169. A long-lined mare with a not an expressive head, a light head-neck connection, sufficient length in the neck, a strong upper line. She can have more length in her croup. She's sickle hocked in her hind leg with good hooves and clean legs. The walk is with long strides, but she can show a little more power in the walk. The trot is also with long strides, but she can show more uphill trot. And more, she can bring her hind leg more under the body and show more suppleness in the trot. Today we take her in the stud book without a premium. Thank you.
nummer 10. Een merrie die iets de langgelijndheid mist. Ook iets meer lengte in het voorbeen kan laten zien. Merrie met wel een voldoende halslengte die wat verticaler kan zijn. Met een merrie met goede bovenlijn, ook met goede lengte in het kruis. In het beenwerk zien we hem toch graag iets droger. Heeft ook een iets hol voorbeen, is achter wat week gekoot. De stap zou die toch meer regelmaat moeten laten zien. Ook meer kracht vanuit het achterbeen. In draf heeft deze merrie een goed achterbeengebruik. Loopt ook op een makkelijke manier, maar zou in draf ook nog iets meer oprichting kunnen tonen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. En dit is vanwege de kwaliteit van het beenwerk en de korte stap. De schofthoogte van nummer 10 is 1,64 meter. The result of number 10, height at withers is 1,64. A mare with a sufficient racial type can be a little bit longer in her forelegs. She has a sufficient length of her neck, a good upper line and a long croup. Her legwork can show more quality. She's weak in the pasterns and the walk is not powerful enough. She can show more regularity in the walk. In the trot she has a good use of her hind leg, but she can show a more uphill trot, but she has a sufficient use of her upper line. So today we take this mare in the stud book without a premium.
de uitslag van nummer 11. Een 9-jarige stamboekmerrie met een schofthoogte van 1,67 meter. Merrie met veel rasuitstraling. Ook een edel in het hoofd met een lange verticale hals. Ook veel behang. Met een goede schouder. Ook nog met een voldoende aangesloten bovenlijn. Het is wel een merrie met een heel erg hellend kruis. Merrie heeft voor de leeftijd toch voldoende droog beenwerk. Is wel iets gehoekt in het achterbeen. Heeft royale hoeven. In de stap is deze merrie toch iets gehaast. Zou daarbij de pas ook iets meer af kunnen maken. Ook meer, iets meer buiging in het achterbeen tonen. In draf laat deze merrie wel voldoende ruimte zien. Maar zou het achterbeen toch directer en sneller onder de massa moeten plaatsen. Loopt iets van het achterbeen af. Zou ook iets meer oprichting in draf mogen laten zien. Deze merrie wordt vandaag stamboek met een derde premie. The result of number 11. Nine-year-old stadboek mare with height at withers is 167. A mare with a good racial type, long vertical neck and a good shoulder, sufficient in her upper line. Her croup is very sloping. The legworks are clean with good hooves. In the walk she shows good regularity, but she can show more length in her strides. In trot, she's sufficient in her use of her hind leg, but she can put her hind leg more under her body and should show a more uphill trot. Today this mare is taken in the stud book with a third premium. Thank you.
Stap maar. Hè. Ja. Nummer 12. Mary heeft een schofthoogte van 1,62 meter. Is een vierjarige stamboek Mary. Is een jeugdige langgelijnde Mary die wel iets meer lengte ook in het voorbeen kan hebben. Ook iets, een iets edeler in zijn hoofd kan. Wel een Mary met een goede schouder. Ook veel lengte in de hals. Met een voldoende bovenlijn ook en ook voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk zouden we graag iets droger willen zien, met name in de spronggewrichten. Wel een merrie met goede hoeven. De stap is voldoende takmatig, maar mist daarbij de buiging in de sprong en de kracht. In draf maakt deze merrie wel voldoende ruimte, maar zou meer kracht vanuit de achterhand kunnen tonen. Zou ook meer buiging achter in het spronggewricht
kunnen hebben en meer het achterbeen directer onder de massa kunnen plaatsen. Deze merrie blijft vandaag stamboek zonder premie. The result of number 12, a 4-year-old studbook mare, height at withers is 1.62. A mare with a lot of youth, long lined, with she can be a little bit longer in her forelegs and a little bit more expressive in her head. A mare with a good shoulder and a long neck, with a sufficient upper line and a sufficient length in her croup. Mary, the mare can be a little bit cleaner in her legs. The hooves are good. The walk is regular, but she can use her hind leg better. Show more bending in her hocks and show more power in the walk. In the trot, she has sufficient long strides, but she misses the power and she can bring her hind leg more under her body. So this mare is taken in the stud book without a premium. Dit was de laatste merrie van deze keuring. We willen de familie Bauma bedanken voor de gastvrijheid. Ook wil ik mijn collega juryleden Jan Hellings en Esther Reen bedanken voor de prettige samenwerking. En we hopen u volgende week te zien op de volgende locatiekeuring. Tot ziens. Also to our viewers from abroad, this was the last mare of this judging on location. We would thank the family Bauma for their hospitality, and I would thank my colleagues Jan Hellings and Esther Reen for the good cooperation, and we hope to see you at the next inspection.